Welkom, vandaag gaan we het hebben over het bedienen en het gebruiken van een vierkolomse brug. Een autobrug wordt gebruikt om voertuigen op te heffen en deze in een bepaalde positie te houden. En om reparaties te doen onder de auto en aan de zijkant van de auto. We gaan nu laten zien hoe we de vierkolomse brug gebruiken en bedienen. We beginnen met de auto ervoor op te rijden. Om te beginnen zet de auto voor de brug. Zet de oprijplaten zo neer dat de auto er rechtop kan rijden. We gaan even kijken. De oprijplaten komen allebei overeen met de voorwielen. Dus als je nu recht vooruit zou rijden, dan zou je de brug gewoon op moeten kunnen rijden. Zet de motor uit en doe de auto op de handrem. Controleer nu even of de auto goed op de brug staat. Dus loop er even omheen. Niet dat er een band half op de brug staat. De auto staat goed op de brug. Als de brug naar beneden staat, dan staat de automatisch in zijn veiligheid. Dat doet hij automatisch. Hier hebben we de rode knop. Die draaien we even goed dicht. We hebben hier de groene knop. Dat is om de brug omhoog te doen. Het geluid wat je nu hoort, dat is de beveiliging. Moet je altijd horen als de brug omhoog gaat. Nu ga je kijken of alle haken erin zitten van de beveiliging. Die zitten er niet in. We laten hem iets zakken. Tot alle haken in de beveiliging zitten. Dan gaan we pas onder de auto. Niet eerder. Zo, de auto staat nu veilig op de brug. Hij staat in zijn haken zoals het moet. En nu kan je veilig onder de auto werken. Als je de brug nu weer naar beneden wilt doen, dan moet je eerst uit zijn veiligheidshaken. Dit doen we door de brug omhoog te laten gaan. Nu is hij uit zijn haken. Hier hebben we de veiligheidshendel zitten. Die trekken we nu naar beneden toe. Om de brug verder te kunnen laten zakken. Voordat we de brug laten zakken, moeten we zeker weten dat hij vrij naar beneden kan gaan. Dus niet dat er nog wat onder ligt, gereedschap of dat er iemand onder loopt. Er loopt niemand onder. We hebben hier de rode knop. Als we die open draaien, dan gaat de brug naar beneden. Hoe verder je hem open draait, hoe harder die gaat. Langzaam en snel, draai hem helemaal open, het gaat heel erg snel, dat hoeft natuurlijk niet. Wat ik een hoop mensen zie doen, die laten de kraan openstaan en die lopen weg. Doe dat nou alsjeblieft niet. Voor hetzelfde geld zit er wel wat onder, heb je niet onder controle. Blijf er gewoon bij staan en als de brug helemaal beneden is, draai dan de kraan goed dicht. Als je nou de brug weer omhoog doet, je hoort hem weer in zijn haken gaan, je haalt hem even van zijn veiligheid af en je laat hem iets zakken, omdat hij er beter bij kan. Vergeet dan nooit om de hendel weer terug te doen. Als er iets gebeurt met de brug, zal hij altijd in zijn veiligheid gaan, dus dan gaat hij in zijn haken. Ik heb nu uitgelegd hoe deze brug werkt. En je hebt natuurlijk allerlei soorten verschillende bruggen natuurlijk. En die hebben allemaal verschillende soorten bedieningen. Ik heb gewoon deze bediening uitgelegd. Kijk gewoon altijd goed uit met een brug. Dit was het voor vandaag. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!